Kunnen we misschien ook eens ons afvragen. Wat was de grootste fout uit de geschiedenis? Waar moet jij aan denken dan? Ik dacht in no time eigenlijk aan de wetenschappelijke revolutie. Het verlossen, kunt u mij horen? Hey, Churchill wordt aangehaald omdat wij het over Wiersma hebben gehad. En Wiersma die was natuurlijk boos geworden achter de schermen, hè, en had medewerkers uitgescholden. Iemand schrijft, Churchill deed dat ook. Dus goed worden zo af en toe, ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. En Churchill die hoeft ook niet weg. Dus waarom moet Wiersma dan ineens wel opstappen? Nou, omdat ik denk dat het niet overgaat. Dat is eigenlijk mijn dat zei je al inderdaad, ja. Mensen die dit soort van woede-uitbarstingen hebben, die zijn zelden plotseling, nou, zeker als ze al ruim verschoot volwassen zijn, in staat om dat onder controle te brengen. En ik vind Churchill weer een hele andere figuur eigenlijk dan Wiersma. Te meer ook omdat, bij Churchill kan je wel wat geestelijke ellende voorstellen tussen 40 en 45 natuurlijk. Maar ik geef toe dat ik van tal van bekende figuren, leidende figuren, dit soort van gedrag bekend is. Ik vind het een teken van, hoe moet ik het zeggen, gebrek aan zelfbeheersing en in zekere zin gebrek aan geestkracht. Nou, ik kreeg toch wel wat bijval van, we hebben in tijden niet zo'n goede minister gehad die zo begaan is met het onderwerp. In de NRC stonden diverse positieve brieven van, wees blij dat hij dat doet, want het ministerie kan maar wat opschudding gebruiken zo op die manier. Dan nog, ik weet het niet. Ja, dit is inderdaad. Ik zou het zelfs, daarvoor dat ik was daar een ambt, ik zou het volstrekt onacceptabel vinden als ik dag in dag uit werd uitgescholden. Dit is inderdaad een briefje van Presley Bergen, docent beroepsonderwijs in Bladel. En zij zegt in dat brief, ik zal een paar stukjes uithalen, ik ken geen manager die niet ooit met een deur heeft geslagen of zijn stem heeft verheven. Dat hoort soms bij het leidinggeven. Nou moet ik zeggen, ik heb aan de universiteit, ik weet niet hoe lang, decennia lang een baas gehad, die nog nooit met de deuren heeft geknald. Ik heb hem wel eens één keer boos gezien, maar dat lag meer aan mij dan aan hem eigenlijk. Stemverheffen hoort nou eenmaal bij leidinggeven en ook dat vind ik helemaal niet. Nou, wacht even, er wordt toch iets aan toegevoegd. En een leidinggever naar een groep ambtenaren met al jaren radicaal andere ideeën over onderwijs dan die minister zelf. Ja, dan moet je dat op beschaafde toon uitleggen, dat jij er anders over denkt dan zij. En dat jij nou eenmaal een gekozen volksleider bent, dat gedekt door de volksvertegenwoordiging. Dat is allemaal goed, maar nogmaals, ik zou het zelf, als ik een chef had gehad die mij 3 keer in de week zou uitschelden, dan zou ik dat volstrekt onacceptabel hebben gevonden. Ja, er wordt nog wat meer uitleg over gegeven. Want deze briefschrijver is dus ex-bestuurslid geweest van Beter Onderwijs Nederland. En die heeft dus gezien dat belastinggelden niet aan de klas en de leraar besteed werden, maar aan allerlei projecten en salarissen van bestuurders. Dat is volkomen juist, maar dat heeft heel weinig te maken met de ambtelijke top van het ministerie. Dat heeft te maken met de ingrijpende decentralisatie van het onderwijsveld. Dat hadden we nooit moeten doen. En nu zijn we ook van plan om dat in feite weer terug te draaien. Ja. Deels schijnt dat het plan van Wiersma te zijn om het weer terug te draaien. Dat had veel eerder moeten gebeuren. Maar het is raar, het is ronduit raar dat de huidige ambtelijke top daar de schuld van krijgt. Ja. En dan nog, ook als ze schuldig zouden zijn, dan is dat toch uit te leggen. Dat kan je toch op beschaafde toon doen. Wiersma heeft zich goed laten informeren door de werkvloer en wil de kwaliteit van het onderwijs verhogen en zelf bepalen waar het geld naartoe gaat. Nou, wacht even, niet zelf bepalen waar het geld naartoe gaat. Ik neem aan dat hij dat niet in zijn pier eentje thuis op zijn onderkamer gaat zitten doen. Ik denk dat de bestuurders dus zelf wel mogen bepalen wat ze willen. Nou ja, ik blijf bij mijn punt dat ik het onacceptabel zou vinden om toegeschreeuwd te worden. Ja. En dat ik het ook het nut niet van inziet, want nu heeft hij zichzelf in de problemen gebracht. Hij heeft daar natuurlijk toch een conflictueuze situatie veroorzaakt. In de top van het ministerie zijn ze niet gelukkig met hem. Dus dat is al achter zijn rug. Dit is sowieso al natuurlijk uit het roddelcircuit opgestegen. Want anders zou het niet bekend zijn geworden. Hmm. Maar denk je dat hij nog geloofwaardig is in wat hij nu wil doen in het land? Nou ja, zolang die gedekt wordt door het
parlement niet het vertrouwen in hem opzegt, zit hij er. Hebben we het al over gehad. Mm. Nou, misschien zullen ze zeggen, nou ja, oké. Maar nu nooit meer, of zoiets in die geest. Ja. En nou, je hebt er al op geweest dat Rutte ook zijn woede-uitbarstingen had. Ja, en de VVD wilde eigenlijk doen vergeten met Wiersma dat D66 altijd de onderwijspartij was. Oh. En ze wilden dus nu met die Wiersma, die toch wel goed ligt, zie je ook aan dit soort brieven, wilden ze toch het verschil. Nou ja, één brief, dat zegt me niet zo verschrikkelijk veel. Nee, daar heb je gelijk in. Dat is natuurlijk het bekende wonder van de ingezonden brief. Wie weet hebben ze er 233 gehad. Als je dat ziet, in NRC geeft altijd aan hoeveel ingezonden stukken en ingezonden brieven ze hebben gehad. Het is een hele minimale keuze in feite. Dat is steeds een probleem. Dat is trouwens ook een probleem natuurlijk bij in de situatie dat je je eigen situatie als beslissend of bepalend ziet voor een veel groter probleem. Dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Maar hetzelfde euvel duidt natuurlijk ook, dat is de journalist die een stuk in de krant schrijft en dan 3 Twitterberichten citeert om te laten zien dat de Nederlandse bevolking dit ook vindt. Nee, dat vindt de hele Nederlandse bevolking helemaal niet. Dat is natuurlijk een beetje flauwekul. Of het nu positief of negatief bedoeld is, maar het is flauwekul. Ja. Dan een vraag van een geheel andere orde. Maarten, denk je dat de Chinese speciaal gezant die door Xi Jinping naar Kiev wordt gestuurd het verschil gaat maken in de oorlog? Nee, dat denk ik niet. Xi Jinping heeft een uitgebreid gesprek gevoerd met Zelensky. Ze hebben gebeld, ja. En Zelensky zei dat het een heel positief en prettig gesprek was geweest. Dat zeggen ze altijd, hè? Dat ben ik met je eens. Dat zou ik onverstandig zijn om te zeggen. Ik heb nog zelden zo'n klets bij jou gehoord, maar... Ja, wat zei Xi Jinping, althans dat is het enige wat ik las, dat er onderhandeld moet worden. Ik denk dat vrijwel iedereen dat wel vindt, maar alleen de vraag is op welk moment moet er dan onderhandeld worden? Ja, China stuurde ook aan op vredesonderhandelingen en een wapenstilstand. Rusland is daar enthousiast over, maar voor Oekraïne is dat op dit moment onacceptabel, omdat ze dan het gebied wat zij nog steeds de Russen in handen hebben moeten afstaan aan Rusland. Ja, precies. En dat willen ze niet. Nou ja, omdat er natuurlijk aanhoudend wordt gesproken over een groot offensief wat de Oekraïners van plan zijn alsnog te ondernemen. We zullen sowieso moeten afwachten hoe dat afloopt. Dat is ook, het lijkt mij ook dat je terughoudend moet zijn met druk op de Oekraïners voor het moment dat er onderhandeld moet worden. Mm. En je kunt ze best zeggen, nou, misschien moeten we daar eens over na gaan denken. Omdat je steeds natuurlijk met het probleem zit dat je met Poetin moet gaan onderhandelen. Hè? Die wij nu natuurlijk, daarvan hebben wij besloten dat het een oorlogsmisdadiger is. Ja. En Stoltenberg van de NAVO heeft gezegd van, ze hebben nu in ieder geval 1550 gepantserde wagens en 230 tanks. Oh. Ja, ik heb geen idee wat ze nodig hebben. En brigades zijn opgeleid. Ja, nou ja, het schijnt eraan te komen, dus we zullen even af moeten wachten hoe het gaat. Ja, Amerikaanse topgeneraal in Europa die zegt Oekraïne heeft nu alles om het tegenoffensief in gang te zetten. Ja, ik weet niet of dat handig is om dat allemaal te zeggen. Of die getallen, ja, ik bedoel, het lolligste is toch als je ze kunt verrassen. Dus ik zou altijd zeggen dat het hoogst, als ze een beetje nadenken, dat het hoogstwaarschijnlijk niet zo zal gaan en op die locaties waarvan we nu denken dat het zo zal gaan en op die locaties. Je moet je eigenlijk afvragen hoe zou je de Russen het meest kunnen verrassen. Hmm. En bij Bakhmut zijn ze nog flink aan het vechten, hè? Daar hebben de Russen ja, nog steeds... Ja, daar hebben de Russen natuurlijk een enorme slijtageslag moeten leveren. Dus dat is alleen maar nadelig geweest voor de Russen. In 24 uur vielen ze 324 keer aan, de Russen. Ja, dat lijkt mij sowieso al een indicatie dat er iets mis is met het Russische leger. En hoe kijk jij naar die Wagnergroep, die Russische Wagnergroep? Ja, dat hoort niet in particuliere legertjes die bovendien een gruwelijke reputatie hebben op het punt van wreedheid en wangedrag. Dat hoort niet te bestaan. Dat het wel bestaat is ook weer een signaal natuurlijk dat er in Rusland veel mis is. Ja. Er horen geen particuliere legertjes te bestaan. En die spelen in tal van Afrikaanse landen een prominente rol. Je kunt ze gewoon inhuren.
Vraag van Thomas. Die zegt, Maarten, ik zit te denken om voor mijn werk een sessie te organiseren. En als onderwerp wilde ik kunstmatige intelligentie en ChatGPT hanteren. En we zouden het leuk vinden als Maarten die kritische noot komt kraken op dat onderwerp. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik ben natuurlijk helemaal, ik heb weinig verstand van complexe software. Maar ik denk wel dat de opwinding over chat, dat die voor een niet onbelangrijk gedeelte overdreven was, ja. Er zijn ook criticassers van deze podcast en die zeggen, ja, Maarten die heeft allemaal van die weetjes uit de krant. En dat dist hij dan op in die podcast en dat noemt hij dan, maar dat maakt hem nog geen deskundige. Ja, dan is natuurlijk de grote vraag wie dan wel deskundig zijn. Namelijk mensen die niks lezen of die het zelf verzinnen. We hebben dit thema natuurlijk al vaker aan de orde gesteld. Als deze... Daar komt nog een heel belangrijk punt bij. Ik ga dat boek toch een keer bespreken. Er is gewoon geen grotere misvatting dan te denken dat de deskundigen altijd gelijk hebben. De deskundigen hebben meestal vooral niet gelijk op momenten dat er veel beweging zit in het veld waarover zij deskundig zijn. Deskundig zijn altijd de consensusopinies van gisteren. Deskundigen hebben het minstens even vaak bij het verkeerde eind als niet-deskundigen. De beste deskundigen zijn mensen die eigenlijk een betrekkelijk breed panorama in de gaten houden. Dat hebben we toch over gehad, dat is de hedgehog en de fox. De hedgehog is de deskundige. Die weet ontzettend veel van datgene waarop die deskundig is. De fox weet een heleboel verschillende dingen op een heleboel verschillende terreinen. Maar omdat hij een beter overzicht heeft en meer afstand en in feite een ander type van lens gebruikt, heeft hij vaak gelijk op het moment dat de deskundige, de hedgehog, de egel, geen gelijk heeft. Daar heeft hij meer Ted Locke, heet hij, je kunt het vast nakijken. Zoek het eens op, zou ik zeggen. Ik ben nooit zo onder de indruk over van mensen die zeggen, ja, hij zoekt alles op de Wikipedia, hij heeft het in de krant gelezen. Hoe dacht u anders dat ik erachter zou moeten komen? Dat ik in hoogst persoonlijk op de fiets aan vrije nieuwsgaring ga doen. Dat ik even de Nederlandse softwarebedrijven langs fiets aan ging. Juist, u moet weten, ik vertrouw de krant niet zo. Dus ik kom eens even hier kijken hoe het zit. Nee, dit is natuurlijk allemaal van een onbeschrijfelijke kinderachtigheid. Niets is treuriger dan de deskundige die komt melden dat hij... waarom is mij niks gevraagd? Dat is het toch? Ander onderwerp van Marijke Haasdijk. Ze komt uit Delft en ze vraagt zich af waarom in deze tijd, dat bedoelt ze mee rond 4 en 5 mei, het altijd gaat over de bombardementen op Nijmegen of Rotterdam, maar nooit over het bombardement op Bezuidenhout in Den Haag, dat op 3 maart 1945 plaatsvond. Het vergisbombardement. Nou, daar heeft ze wel een klein beetje gelijk in. Dan noemt zij nog het bombardement op Nijmegen, maar volgens mij wordt dat eigenlijk ook nooit genoemd. Er zijn evenveel slachtoffers gevallen als in Rotterdam. En dat waren wel Amerikaanse B-17's. Het waren prutsers, eerlijk gezegd. Want wat gebeurde daar, even voor de mensen die dat dan niet weten? Nou ja, dat was een escada wat eigenlijk zijn doel in Duitsland gemist had en op de terugvlucht was, als ik het me allemaal goed herinner. En toen kwamen ze boven Nijmegen. Ze wisten heel goed dat het Nijmegen was en niet Duitsland. Dat zoveel waar was wel duidelijk. En toen zagen ze daar een groot stationsemplacement, want dat is er in Nijmegen. En toen was hun idee om... Staat even te kijken. Toen was hun idee om dat emplacement te bombarderen. Maar zoals zo vaak, we hebben het trouwens ook bij het bombardement op Wageningen gezien, zoals zo vaak, hoewel dat veel geringer van omvang was, zoals zo vaak misten ze hun doel. En hebben ze bij vergissing al een aanzienlijk deel van de Nijmeegse binnenstad gebombardeerd, waar ongelukkigerwijs net het luchtalarm was afgeblazen. Er was luchtalarm geweest, maar er was signaal geweest dat het niet langer nodig is. En toen verschenen die B-17's en daarvan zijn er ook 700 doden of zo. Hele schoolklas met peuters. Een heel, heel tragische zaak, ja. Er zijn veel meer mensen omgekomen in Nederland als gevolg van geallieerde bombardementen dan als gevolg van Duitse bombardementen. Duitse bombardement is Rotterdam. Dat is ook ruim 700 doden. Trouwens, toen Lou de Jong had uitgerekend hoeveel doden er waren gevallen,
ontstond er enorm rumoer en verontwaardiging, want iedereen dacht dat er veel meer waren geweest. Er waren er ook ergens iets rond de 700, misschien iets meer dan 700. Ja, nee, het waren allemaal geallieerde bombardementen. Sterker nog, als je die verhalen leest over de hongerwinter, was er enorm veel verontwaardiging over het feit dat die geallieerde jagers, die jachtvliegtuigen, op alle schoten wat ze in Nederland zagen, ook op kindertransporten, op alles werd geschoten. Zonder dat het enige reden had, zonder dat het enige bijdrage leverde aan de strategische nederlaag van Nazi-Duitsland, die natuurlijk al lang geprogrammeerd was. En dat is dus Nijmegen en zij noemt het vergisbombardement in Den Haag door de Engelsen. De bommen die vielen niet op die V2-installaties van de Duitsers, precies, maar in een woonwijk. Ja, het bombarderen van forse hoogte met enige precisie was feitelijk onmogelijk. Dat je met precisie kunt bombarderen is een hele recente verworvenheid. Dat heeft te maken met GPS en met de hele elektronica die daaromheen zit. 500 doden, duizenden gewonden. En zij zegt ook, mijn ouders die woonden daar toen met mijn oudste broer en zus. En mijn moeder is daarna met hen naar Friesland gevlucht. En mijn vader die bleef achter om de schamelen in ieder geval nog wel in de gaten te houden wat er gebeurde. Ja, dus vergisbombardementen. Ja, wat dacht je dus Nijmegen, Den Haag, ook op allerlei andere plekken. De bombardementen aan de vooravond van Market Garden bijvoorbeeld. In Arnhem is gebombardeerd, er zijn 200 doden gevallen, zonder dat er een Duitser geraakt werd. Ja. En ze zegt ook, ik heb het toch even opgezocht, natuurlijk omdat ze ook betrokken is door haar familiegeschiedenis. Ze zegt op Wikipedia staat er eigenlijk niet zo heel veel op, omdat het erop lijkt dat deze ramp werd afgedaan als een ongelukje van de Engelsen. Zo is het, ja. Maar dat geldt ook voor het Amerikaanse bombardement op Nijmegen. Dat is ook met de mantel der liefde toegedekt. Bondgenoten, het was de bedoeling niet, wat er zelf juist is, het was de bedoeling niet. Maar ja, het gebeurde wel op vrij grote schaal, wat ik al zeg. Er zijn in Nederland volgens mij duizenden, zo niet tienduizenden doden gevallen door geallieerde bombardementen. Ja, zegt Marijke ook. Ze zegt, er zijn wel onderzoeken gepleegd, maar die leverden niets op omdat ze in de doofpot zijn gestopt uiteindelijk. Nou, we hebben veel onderwerpen trouwens binnengekregen over die onderwerpen rondom de Tweede Wereldoorlog waar minder aandacht voor is. En daar is ook een berichtje over gestuurd door Rini, die heeft dat ingesproken. Daar kunnen we even naar luisteren. Hallo Tom en Maarten. In aflevering 398 vragen jullie om onderwerpen die een ander perspectief bieden op de Tweede Wereldoorlog, om die te bespreken. Nou, ik weet niet of er iets mee kan, maar ik zou het misschien interessant vinden om het eens hebben over de NSB in Nederland, zowel voor de oorlog, tijdens de oorlog en daarna. Ja, toch NSB'ers, kinderen wiens vader of moeder fout waren in de oorlog. Dat heeft lang doorgewerkt. Een tweede onderwerp zou kunnen zijn het visionair leiderschap van een Hitler. Uiteindelijk democratisch gekozen. Volgens mij zelfs met een absolute meerderheid. Terwijl hij nota bene al veroordeeld was voor een staatsgreep jaren daarvoor. En dat voor parallellen daar weer kunnen trekken met andere democratisch gekozen potentaten. Denk aan de naam Poetin en Erdogan. Misschien Modi. Vroeger misschien Berlusconi. En een derde onderwerp zou kunnen zijn de rol van de vrouw in het naziregime. We horen ons iets over Eva Braun. En in de Untergang zien we die verschrikkelijke scène waarbij een van de vrouwen de kinderen om het leven brengt. Maar verder hoor je er niet veel van. Het zijn vaak de mannen die je hoort. Maar goed, daar staat altijd achter een sterker man een sterke vrouw. Dus ik ben benieuwd hoe de rol van de vrouw is geweest in de Tweede Wereldoorlog aan de nazi-kant. Nou Maarten, ik weet niet of je er iets mee kan. Het lijkt mij interessant. Ga vooral door met de podcast. Ik heb er veel plezier van. Dus... Ga zo door. Groeten. Ja, Hitler, de nazi, NSDAP heeft nooit een absolute meerderheid gehaald. Het maximum is denk ik 30% plus. Dat is het wel zo'n beetje. In die zin is de NSDAP aan de macht geholpen door traditionele rechtse partijen. Die dachten, dat zei ik, dacht ook van Papen, als ik het wel heb hoor. Doet even uit het hoofd natuurlijk. Ja, sorry, dat is even uit het hoofd. In de krant gelezen, in een boek gelezen, weet ik veel, kan er ook niks aan doen. Ben ik deskundig op dit terrein? Nou, nee, niet echt. Maar ik weet waarschijnlijk wel, enzovoort. Ja, het kan me enorm irriteren, dit soort van kritiek. Ja, kinderachtig gelul. Ja, was ook toen ik dat programma met mijn broer en zus deed over die steden. Jongen, die boze reacties. Ik weet er veel meer van. Waarom ben ik niet gevraagd?
Die lui weten er geen kloot van, dat zijn geen deskundigen, ik ben. Dat je denkt, nee, is jammer. Hè? Misschien heeft hij gewoon niet het talent om uw deskundigheid op een prettige wijze te verkopen. Ik kan me enorm irriteren, werkelijk. Maar goed, eigenlijk moet het me natuurlijk helemaal niet irriteren, omdat het eigenlijk meelijwekkende wezens zijn. En dat zijn het ook. Maar waar ging ik het over? Ja, nee, de nazi's zijn gewoon door conservatief Duitsland. Als de Duitse elite, de Duitse politieke en economische elite, ze niet aan de macht hadden geholpen, dan waren ze niet aan de macht gekomen. Want de laatste verkiezingsuitslagen voordat Hitler aan de macht komt in januari 1933, daar was de NSDAP al bezig te verliezen. Toen had je al kunnen zeggen, wacht het nou eens even af. Maar de rechts-Duitsland dacht, we kunnen de NSDAP goed gebruiken om de Weimarrepubliek de nek om te draaien. Zoals Van Papen zei, we hebben Hitler gehuurd. Dat dacht hij. En dat was niet zo. Zou je bijna wel de grootste fout uit de geschiedenis kunnen... Nou, de grootste fout uit de geschiedenis, daar kun je tal van scenario's kun je daarvoor opstellen als je wil. Kunnen we misschien ook eens ons afvragen, wat was de grootste fout uit de geschiedenis? Waar moet jij aan denken dan? Ik dacht in no time eigenlijk aan de wetenschappelijke revolutie. Kijk, als je je zorgen maakt over het klimaatprobleem, hoe komen we aan het klimaatprobleem? Waarom zijn we volgens sommige mensen bezig om de planeet te verpesten en te bederven? Dat heeft een eenvoudige oorzaak, dat is de industriële revolutie. Dus dan zou je in feite terug moeten redeneren en dan moet je zeggen, dan is de industriële revolutie de grootste fout die we ooit gemaakt hebben. Daar ben ik het niet mee eens, maar moet ik altijd denken aan die meneer die naast mij zat en die mij zo fijntjes uitlegde dat al die technische vorderingen van tegenwoordig, dat het allemaal narigheid met zich mee had gebracht. En dat ik toen zei, nou dank u wel. En als er geen technische vorderingen waren gemaakt, dan had ik de 60 niet gehaald en nu zit ik er nog. Wie was dat dan, die dat zei? Ja, ik weet niet, iemand bij de radio die naast mij zat. En die zei ook, nou ja, bekende linkse gedachten dat techniek en wetenschap, dat leidt allemaal tot ellende en narigheid. Maar ook tot een hoop goeds. Dat is juist het probleem, zoals zoveel dingen. In de geschiedenis heeft vrijwel alles een dubbele betekenis. Dat we zeggen, het heeft positieve gevolgen en het heeft negatieve gevolgen. Nog een paar reacties op waar we het de vorige keer over hadden, over dat Engels. Hier is iemand die zegt, dat is Aart Goedhart trouwens, die zegt, twee citaten om Maarten's stelling over Nederlands-Engels te onderstrepen en de positie van Tom tegen te spreken. Bij mijn afstuderen aan de Vrije Universiteit in 1991 schreef ik mijn eindscriptie in het Engels. De reden waarom, zegt hij, is niet relevant. De onsterfelijke reactie van mijn professor was, het is grammaticaal correct, maar het is geen Engels. En de tweede is, bij de voorbereiding voor een vergadering bij de toen nog grote corporatie Philips vroeg ik welke taal we zouden moeten doen. De reactie was, it doesn't matter, because after all we all speak the same language, bad English. Ah, nou ja, dat klopt. Dat lijkt mij volkomen juist. Ja. Dat is het company Engels, dat weet iedereen toch? However. Het however company Engels. Ja. Zelfoverschatting is een belangrijk Nederlands tijdverdrijf, schrijft hij ook. Juist in een internationale context missen we de nuances die het verschil zijn tussen een taal verstaan en een taal spreken. We zijn inderdaad goed in however English, zoals Maarten dat zegt. Okay. Nou ja, er is ik moet ineens denken aan het allerleukste onderdeel uit dat boek De Zeven Vinkjes, weet je nog? Oh ja, van, hoe heet hij ook alweer? Luyendijk. Luyendijk beschrijft daarin dat hij tijdelijk gewerkt heeft op de redactie van The Guardian in Engeland. En heel waarheidsgetrouw, en ik vind het goed dat hij dat ook zo helder uiteenzet, blijkt, hij dacht natuurlijk, ik spreek vloeiend Engels, er zijn me niets aan de hand, ik ga daar moeiteloos op, ik word zo als een normaal. Nou, hij blijkt totaal niet waar te zijn, hij begrijpt de grappen niet. Hij blijft een outsider. Hij spreekt prima Engels, maar toch net niet toch weer heel anders dan die club bij The Guardian. Het is verreweg het leukste stuk uit het boek eigenlijk. Ja, die zeven vinkjes, wat doet het toe uiteindelijk? Maar goed. En waarbij hij laat zien dat ook iemand, en ik ben ervan overtuigd, Luyendijk is een intelligente man. En ik ben ervan overtuigd dat hij goed Engels spreekt. En dat je toch geen kloot van begrijpt als het in het soepele dagelijkse taalverkeer.
dat ik denk dat dat een geweldig geobserveerd is. En dan moeten we nog aan toevoegen. Heeft inderdaad Aard ook gelijk. En er zijn natuurlijk tests die je kunt doen. Die dan bewijzen welk niveau je hebt. En hij zegt B1 wordt bijna nooit door iemand in corporates gehaald. Het B1 niveau. Ja, dus dan heb je nog spreken en schrijven. En begrijpend lezen. Ik heb al eerder gerapporteerd toch dat heel veel studenten last hadden met Engelstalige boeken. Mm-hmm. Nee, joh, dat hele gerucht dat wij eigenlijk één grote collectief fantastisch Engels sprekende bevolking hebben, dat is echt flauwekul. Nog afgezien van het accentprobleem. Maarten, nog een onderwerp. Over Wereldoorlog 2. Ik dacht vooral aan de aanloop naar deze oorlog en het nationaal socialisme. Welke sentimenten leefden er en hoe dachten de gewone man en vrouw op dat moment over bijvoorbeeld de Joden? Ja, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Maar dan zou toch de vragen stellen, dat stel ik aan me zeer op prijs. Ja, wat is de hoofdoorzaak van de Tweede Wereldoorlog? Dat is de Eerste Wereldoorlog. En wat is de hoofdoorzaak van de Eerste Wereldoorlog? Dan moeten we toch al terug naar complexe coalitieproblemen in de late 19e eeuw. Dat wil ik best een keer doen. Maar dan moet ik mijn hele boekje Drie Oorlogen nog eens een keer fijn uit de doeken doen. Maarten Roelofs, ik snap dit bericht niet helemaal wat hij stuurt. Hij zegt, op 25 april spreekt Maarten over de raaf Pataki in Loens. Ja. In het bezit van een fluitje. Ik zoek me helemaal suf en met mijn ChatGPT kom ik ook al niet verder naar de bron van het verhaal. Ik kom helemaal nergens op uit. De bron van het verhaal is Niels Holgersson. Dat heb je al verteld. De schrijfster van dat boek van Niels Holgersson, Niels Holgerssons wonderbare reis geheten, niet waar, is Selma Lagerlöf. Als je Selma Lagerlöf intypt, dan moet je ook op Niels Holgersson kunnen komen. Ik neem aan dat er wel ergens een inhoudelijke verhaal is over Niels Holgersson ergens op de Wikipedia. Maar ik kan u veel sterker aanbevelen, lees het boek. Er bestaat een nieuwe Nederlandse vertaling. Kunt u eventueel aanschaffen. Lees het boek en dan komt hij vanzelf Pataki tegen. Die woont daar in die toren. En dan ontmoet u ook meneer Ermerik, de ooievaar. Dat is ook erg geestig gedaan allemaal. En Pataki gaat over het fluitje. Over die zet, als ik het me goed herinner, kent hij de kabouter die het fluitje heeft. Het is een vrij ingewikkeld verhaal. En dat komt omdat in het huis Glimmingen, waar u ook hele leuke plaatjes van kunt zien op het internet overigens, daar worden de zwarte ratten bedreigd door de bruine ratten. En dan krijgt Niels krijgt het fluitje. En dan lokt hij alle bruine ratten weg uit het huis Glimmingen. Dit doet me heel erg denken aan een podcast die we ooit gemaakt hebben over boeken uit jouw kindertijd. Volgens mij zelfs stripboeken. Ja, ik was ook dol op stripboeken. Kuifje natuurlijk vooral. En de absolute top van het kuifjewezen, dus Kuifje in Tibet, Zaak zonder bloem en Kook zijn voorraad, dat is echt meesterlijk gedaan. Ik zou het nummer niet meer weten van die podcast, maar je zou eens moeten terugzoeken als luisteraar. Dan kun je dat, want er is een hele aflevering over dit soort dingen. Ja, soort nou boeken. Weet ik niet of het toen over Pataki heb gehad. Ik weet ook niet of ik het goed uitspreek. Maar goed, het is. Niels Holgersson is een fantastisch boek. Echt een fantastisch boek. Ik moet bekennen dat ik heb het natuurlijk in geheel voorgelezen aan mijn kinderen. Maar die vonden sommige stukken wel nogal aan de melige kant. Vooral in het begin, ik denk nou het eerste kwart, misschien eerst de derde, komt er een vos in voor, genaamd Smigge. En Smigge is een hele slechte vos. En dat vonden mijn kinderen. Dus vaak is het de slechterik, is eigenlijk de meest populaire figuur in zo'n verhaal. En dat zijn we daar met zijn allerlei avonturen met Smigge. Kijk, die hebben ook allemaal strepen op hun gezicht gezet. Ja. Van achteren zien ze er voorkomen normaal uit. En als je ze van voren ziet, zie je dat ze niet goed snik zijn geworden. Lopen allemaal mensen om ons heen met allemaal oranje dingen. En, ja, hoedjes op. En het vlaggetje op het gezicht getekend. Ja. Dan hebben we hier Tim Broeren. Ook een onderwerp. In het Historisch Nieuwsblad stond een stuk over Stalin als agressor in Wereldoorlog 2. Dat is misschien ook nog iets voor de volgende aflevering voor Maarten om iets over te vertellen. Ja, dat is een stuk van Bas Kromhout. En dat is waar. Dat ik wil. Je zou eigenlijk Bas stuk zijn hypothese toe moeten laten lichten. Ik zal er nog even naar kijken en dan zal ik er iets over zeggen. Ja.
Kun je deze meteen ook meenemen? Dankjewel, Wouter den Kaat uit Ede. Hier hebben we het denk ik ook wel eens een keer over gehad. Hij zegt, ik lees wel eens dat uit de hele wedloop die zo'n oorlog teweeg brengt, ook goede dingen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, de autobaan enzovoort. De autobaan bestond al lang. Die bestonden al. Ook. De autobaan is een Italiaans idee, maar niet uitgevoerd, omdat ze natuurlijk geldgebrek hadden en niet goed georganiseerd waren. En ook in Duitsland, toen Hitler aan de macht kwam, lagen de plannen voor autobanen lagen al klaar. Waren er wel, maar met het initiatief om ze daadwerkelijk aan te leggen is door de nazi's genomen. Ja, op zichzelf hebben we ook natuurlijk, neem de Koude Oorlog. Zonder Koude Oorlog was er geen internet geweest. Dat is niet zo'n probleem. Allerlei processen zijn natuurlijk versneld als gevolg van. Ja, dat geldt voor laten we zeggen, nucleaire energie. Dat zou ook, denk ik, veel trager zijn gegaan als we niet in de oorlog een soort van versnelling van het proces hadden gezien. Nee, de oorlog lijkt de straaljagers, de straalturbine. Ik weet niet of het niet veel langer had geduurd voordat die breed toepasbaar was geworden. Omdat de straalturbine natuurlijk oneindig veel efficiënter en betrouwbaarder is dan zo'n 14-cilinder stermotor. Dan voel je wel op je waaien water dat er van alles aan mis kan gaan. Dus ja, dat is zonder meer, zei ik daar straks niet op met mijn bekende vooruitziende blik. Vrijwel alles heeft een negatieve en een positieve kant. Vrijwel alles, dat kan heel slecht uitpakken en heel goed uitpakken. Vaak is het tegelijkertijd het geval. Maar heb je nu, want je hebt nu verschillende dingetjes genoemd, maar heb je er ook eentje waarvan je zegt, die is echt aan de Tweede Wereldoorlog te danken, qua ontwikkeling? Nee, omdat natuurlijk uiteindelijk gaat het om het hele proces van wetenschappelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en daaraan gekoppeld de uitvindingen. Neem de uitvindingen van de transistor in dat Bell Laboratories. Ja, was dat, ik denk dat dat altijd wel gebeurd zou zijn, maar dat het nu misschien iets sneller geactiveerd werd. Nee, wij leven in, dat is het wonderste van alles, dat wij leven in een samenleving die volledig wordt gedomineerd door wetenschappelijke inzichten en door techniek die gebaseerd is op die wetenschappelijke inzichten. Maar de meeste mensen in onze samenleving hebben niet de flauwste idee van die wetenschappelijke inzichten of van hoe eigenlijk die apparatuur die daarop gebaseerd is functioneert. Even voor de duidelijkheid, we stippen nu allemaal onderwerpjes aan en daar komen we later eventueel op terug. Dus er zijn ook mensen die zeggen, ja, jullie staan er heel, heel kort bij stil, maar dat komt omdat we gewoon vragen van luisteraars behandelen en daar komt het uit voort. Ja, bovendien moet er wel worden gezegd, wij zijn ook geen wonderdokters of genieën die tot diep in de nacht doorgaan met het prepareren van de antwoorden op al deze vragen. Want die vragen natuurlijk alleen al zijn een soort tsunami van vragen, van ja, waar behalen we dat vandaan? Ja, en nu, vooral nu ik gehoord heb dat ik liefst geen gebruik mag maken van krantenkennis of van de Wikipedia, wordt het voor ons samen wel een hele klus om erachter te komen hoe we die vragen moeten beantwoorden. Ja, ik denk dat die kranten of die briefschrijver die denkt dat jij allemaal documenten, allemaal onderzoeken zit door te lezen of zo. Nee, je had het gewoon over krant of niet? Ja, nee, maar goed, die wil natuurlijk dat jij meer de onderzoek induikt van wetenschappers. Dat je dat allemaal gaat zitten lezen. Nou ja, neem alleen al die twee delen van Cursus over Adolf Hitler. Dat zijn twee zulke joekels van delen. Als je mij nou vraagt, waren die nodig om de essentie op papier te krijgen? Nou, naar mijn idee helemaal niet. Maar ja, je bent toch voor hem enigszins verplicht als historicus om ze te lezen. Ja. Dan nog even een paar dingetjes rondom Omtzigt. Ja, want het zou handig zijn als we nou nog iets eerder stoppen. Namelijk om 3:15. Dat moet mogelijk zijn. Ja, dat toch? Kan. Dan hebben we nog kleine 10 minuten. Dus ja. Dan doe ik nog even een paar korte vraagjes en dan stoppen we dan. Ja. Even kijken. Er zijn nog twee vragen die hebben te maken met Pieter Omtzigt. De eerste is meer een opmerking. Pieter Omtzigt zat ook in de trein. Ja, dat zag ik. En hij werd ook gepasseerd door een goederentrein. Ja, Omtzigt werd gepasseerd door een trein met kolen. Ja. Dat is overigens mij niet overkomen, maar ik heb begrepen dat het vrij regelmatig voorkomt dat de ICE gepasseerd wordt door vrachttreinen. Ja. Die kennelijk een soort prioriteit op het net hebben. Ja.
Ook, je weet dat aan vrachtvervoer per spoor veel meer verdiend wordt, sterker nog, überhaupt verdiend wordt, terwijl aan de andere aspecten van het spoor niet verdiend wordt. En dan nog een andere, meer inhoudelijke reactie. Die gaat hierover. Die is van Jonathan de Geus. In een van de afgelopen afleveringen ging het over het districtenstelsel. En Maarten die werd daarna gevraagd en uitte vervolgens kritiek op het districtenstelsel vanwege het Angelsaksische karakter ervan. Ja. Het winner-takes-all systeem, heb je toen gezegd. Omtzigt heeft het daar ook over gehad, maar het voorstel van Omtzigt behelst een districtenstelsel zonder dat winner-takes-all principe, maar met proportionele vertegenwoordiging. In een district zijn in dat geval meerdere zetels te verdelen. Ah, een heel ander soort systeem. Ja, dus dat wilde deze man eventjes neerzetten. Dus hij zegt bijvoorbeeld, district Amsterdam krijgt 10 zetels. Gaat in Amsterdam 40% van de stemmen naar de PvdA, dan krijgt de PvdA 4 van die 10 Amsterdamse zetels. Ja, lijkt mij enorm ingewikkeld en niet, in essentie niet verschillend van het systeem wat we nu hebben. Namelijk een proportioneel systeem. Een prima systeem, er is niks op aan te merken. Een heel, heel fair systeem. Je zit even met wat restzetels, er moeten daar gerekend worden, maar in feite is het een uitstekend systeem. Ja. Maar er zou meer binding ontstaan tussen de kiezer en de vertegenwoordiger. Sowieso werkt onze democratie heel behoorlijk. Dat we voortdurend regeringen hebben die er niet veel van terecht brengen, dat ligt niet aan het systeem. Er zou meer binding ontstaan tussen de kiezer en de vertegenwoordiger met dit systeem. Ja, daar geloof ik ook niks van. Oké. Even kijken, wat hebben we dan nog hier? Ja, wat betreft het linksrijden, daar hadden we ook nog wat, hebben we een tijd geleden over gehad. Ik heb mijn rijbewijs gehaald, zegt iemand in Nieuw-Zeeland, linksrijdend uiteraard, en moet zeggen dat ik daar met plezier rondreed. De voorrangsregels waren heel duidelijk en vanzelfsprekend. In Europa moet ik en kan ik nog steeds niet wennen aan het rechtsvoorrang verlenen. Dit vind ik een regelrechte ramp en nog steeds vind ik het een stuk prettiger rijden in Groot-Brittannië, zelfs met mijn rechtsrijdende camper. Ja, nou moet ik zeggen, ik ben meerdere malen in Engeland met vakantie geweest. Maar ik herinner me vooral een verblijf in Wales. Het was ze zaten in een soort van boerderij en eigenlijk was daar niet of nauwelijks verkeer. En steeds betrapte ik mezelf erop dat ik 's ochtends, als ik dan een ritje ging maken, dat ik rechts ging rijden. En dat ik dan op een moment in de verte een auto zag aankomen en dacht van hallo, waarom rijdt hij op de verkeerde helft van de weg? Kortom, ik had enorm veel moeite om me aan te passen aan het linksrijden. Echt. Je moet er voortdurend zeer concreet over nadenken om actief en veilig links te blijven rijden. Ik ben het compleet eens met Maarten, omdat de kwaliteit, het gaat weer over de talen, over het Engels. Daar wordt veel op gereageerd. Het is slecht en het doel wordt er niet mee bereikt. En dan verdeelt hij deze briefschrijver in een middel en een doel. Ik zal het doel er eventjes bij halen. En dan zegt hij, het doel is zoals Maarten ook beargumenteert, voor het gros om op te leiden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik studeer onderwijskunde en ik ga werken in het onderwijsveld waarvoor het grotendeel Nederlands wordt gesproken. En hij heeft ook nog een financieringspunt. Hij zegt, er is één pot met geld. Hoe meer studenten de universiteit heeft, hoe groter het aandeel is van de geldpot. Maar er zijn steeds meer studenten bijgekomen omdat er steeds meer buitenlandse studenten ook zijn. Dus die geldpot is niet groter geworden. Het resultaat is dat de universiteiten minder geld per student ontvangen. Wat de kwaliteit weer vermindert, zegt Tim. Ja, dat zou grotendeels wel kloppen. Ja, en dat heeft hij allemaal uit de correspondent gehaald. Want dat stuurt hij erbij als linkje. Ah. Dus, oké. Okay. Hey, wat gaan we de volgende week? Ben jij op Texel, hè? Ja, ik ben op Texel. Ik denk, ik kwam vrijdag alweer terug. Maar ik moet zeggen, zaterdag en zondag maak ik opnames met mijn broer. Waar ga je naartoe? De laatste aflevering naar Wageningen. Oh, lekker dicht bij huis. Ja, en bovendien natuurlijk een nostalgisch bezoek aan Wageningen. Zij het geconcentreerd op het feit dat die landbouwhogeschool, zoals die vroeger heet, en landbouwuniversiteit, zoals die tegenwoordig heet, natuurlijk wel het leidende motief is. In ons bezoek, omdat dat natuurlijk voor zo'n piepklein plaats als Wageningen en ja, in feite een essentiële aanwezigheid was en is. Waarom is mij niks gevraagd? Maarten van Rossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden en Hitler is helemaal niet erg oud geworden, want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden en we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.
En wil je nog een podcast luisteren? Tune dan nu in op Sea Level met Wouter Kolk, de baas van Ahold Delhaize. Dat is het bedrijf achter AlbertHeijn en Bol.com. Hij vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de aflevering staat in de show notes bij deze podcast.